Deze aflevering wordt u aangeboden door Van den Berg Kasten en Keukens. En Taxihoekse Waard, van A naar B, maar dan beter. Vanuit speciaal biercafé en wijnbar Van Spijk aan de Peperstraat in Obeiland is dit aflevering nummer 9 van HW Sport aan tafel. Wim, we zitten weer bommetje vol. We zitten bommetje vol met Amber Hulleman van de atletiekvereniging Spirit. Jaap van Drunen van de Hoekse Renners. De neven Twan van den Berg van Heine Noord en Rolf de Man van Strijen. We hebben een zangeres. En die mag jij zo zeggen wie dat is. Ja. Jij bent ergens geweest. Ik ben wezen sporten. We hebben een sponsor-item van Voorwinden. En de zangeres is Romee Ausums. Ik wens u veel plezier bij HW Sport aan tafel. Aan tafel aangeschoven Amber Hulleman. Zij doet aan atletiek wegrennen. Amber, van harte welkom. Hallo. Afgelopen weekend was de Mosseloop in Zeeland, hè? Ja, waar was die precies? In Westerschouwen. Hoe was het erbij geworden? Want daar is verwarring over. Ja. In de krant stond 2, in de officiële uitslag stond 5. Ja. Hoe zit dat nou? Klopt, ik was 5e in de wedstrijd bij de vrouwen en 2e in mijn leeftijdscategorie. Ja. En wat is jouw beste prestatie ooit? Nou, dat gaat vooral denk ik om de tijd. Mijn beste tijd die ik heb gelopen, dat was op de 10 kilometer aan het begin van dit jaar. Tijdens de nieuwjaarsloop hier in Obeiland. Toen liep ik een persoonlijk record van 39 minuten en 45 seconden. En qua tijd is dat het beste. Dus, en gelukkig heb ik al wat, ook wel heel wat wedstrijden weten te winnen. Ja. Hoe lang doe je al aan atletiek? Ik loop nu sinds een jaar of 2, denk ik, echt bij de atletiekvereniging. En daarvoor liep ik zelf al 2-3 jaar, gewoon dat ik zelf de polder in ging en een rondje liep. Want het is niet de enige sport die je hebt. Je hebt getennist, je hebt gebasketbald, je hebt geturnd. Nu atletiek. Waarom heb je gekozen voor atletiek? Ik heb inderdaad altijd, zoals ieder meisje begonnen met turnen. Dat was niet zo'n heel erg succes. Toen ben ik gaan tennissen, gaan basketballen. En uiteindelijk bleef tennis over. En steeds meer gaan hardlopen om eigenlijk erbij. Dat kan natuurlijk altijd. En ik merkte dat het op een gegeven moment het hardlopen me gewoon wel beter afging dan het tennissen. Mm-hmm. En toen steeds meer zelf gaan lopen. En dacht, nou, het wordt wel tijd om serieus te gaan lopen. Toen ben ik bij de atletiekvereniging lid geworden. En dat is nu ongeveer 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Tennis je niet meer? Nee, tennis niet meer. Nee, het was mijn lust en mijn leven. Maar dat is inmiddels hardlopen geworden. Dat is nu mijn lust en leven. Ja. Je hebt toch gekozen om binnen clubverband te gaan atletieken, te gaan rennen. Mm-hmm. Je kan het natuurlijk ook kiezen om, ga gewoon rennen. Ja. Waarom binnen een club? Ja, nou, hardlopen is toch ook maar alleen. Dat is hartstikke lekker af en toe. Gewoon, ik doe het ook vaak zat wel alleen. Maar om echt beter te worden heb je gewoon wel je loopmaatjes nodig. Ik loop 2 trainingsavonden in de week op de club. En dan trainen we met een mannetje of 10, 15. Ik krijg een programmaatje mee van de trainer en dan gaan we aan de slag. Ja, en soms zijn de trainingen wel zo zwaar dat je alleen eigenlijk daar niet doorheen kunt slepen. Dus daar heb je dan elkaar eigenlijk wel voor nodig. Ja. Zijn er nog meer voordelen aan onderclubverband deze sportbeoefening? Ja, het is gewoon hartstikke gezellig natuurlijk ook. Je gaat met elkaar naar de wedstrijden. Je doet gewoon leuke contacten op. Ook een stukje sociaal wat erbij zit natuurlijk. Ja. Vanuit jouw sport, heb je daarom gekozen voor de cursus opleiding fysiotherapie? Ik heb altijd gezegd dat ik iets in de sport wilde doen. Toen ik een keuze moest gaan maken van wat wil ik nou gaan studeren. En ik wilde eigenlijk niet voor de klas staan. Dus de Academie voor Lichamelijke Opvoeding die viel eigenlijk af. En toen dacht ik, fysiotherapie, dat is het eigenlijk wel. Was ik redelijk snel overuit. En ik heb 3 jaar nu werk ik als fysiotherapeut. En vorig jaar ben ik ook gestart met de opleiding tot sportfysiotherapeut. Omdat sport is gewoon het leukste. Vind ik het leukste om te doen. Is dat ook jouw ambitie om verder te komen bij een sportbond of een sportvereniging? Om daar je beroep... Ik wil wel inderdaad in de sport verder. Ik heb niet... Natuurlijk lijkt het leukst om in de topsport uiteindelijk te kunnen werken. Maar ik besef me wel dat het ook maar een heel klein stukje is van de topsport van de sportwereld. Dus het zou me heel leuk lijken. Maar eerst gewoon kleinschalig beginnen. En dat doe ik nu ook al bij de atletiekvereniging waar ik ook een stukje in mijn werk inbreng. Ja. Ja. Spirit die heeft sinds vorig jaar, naar ik meen, nieuwe terreinen, zeg maar. Nieuwe sportentourage. Mm-hmm. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Ja. We hadden een atletiekbaan van 4 lanen. En de club groeide eigenlijk zijn jasje uit. Dus dat is nu uitgebreid naar 6 banen.
De baan is nieuwer, dus hij is zachter. Mm-hmm. Rondomheen hebben we nog een groot grasveld waarop we ook kunnen trainen. En voor het organiseren van wedstrijden voor de technische onderdelen is het ook aantrekkelijk, omdat er nu ook 2 kogelstootkooien zijn en noem maar op. Dus de baan bevalt erg goed. Ik weet niet of dat je het weet, maar hoeveel leden heeft de vereniging? Totaal, dus de jeugd en de weg- en baanatletiek bij elkaar, ongeveer 600 à 700 leden. Een stevige vereniging dus? Ja, we zijn ook vorig jaar volgens mij de snelst groeiende vereniging in Zuid-Holland geweest, als ik het goed heb. Dus het gaat goed met de club, ja zeker. Geef jij ook training aan jeugd? Nee, ik geef geen training aan jeugd. Daar hebben we gewoon onze jeugdtrainers voor. Vanuit mijn werk begeleid ik wel eens wat atleten, maar echt training geven doe ik niet. Nee. Welke disciplines doe jij? Het is wegrennen, maar in mijn optiek bestaat het uit diverse disciplines. Je kan 3000 meter rennen, maar ook 45 kilometer. Hè? Ja, nou, ik ben in principe gewoon een wegatleten. Ja. Maar middels baanwedstrijden, dus inderdaad 1000, 1500, 3000 of 5000 meter op de baan, probeer ik mijn weglopen beter te maken. En zo ook de mosselloop afgelopen weekend. Dat was een cross, een trail door Westerschouwen. Dat is onverhard. Dus dan loop je door de blubber en ja, door het losse zand, door de bossen. Om ook zo sterk te worden voor de wegatletiek. En ik richt me vooral op de 5 tot 15 kilometer op de weg. Ja. Loop jij dan ook op de lange weg of alleen op de baan bij Spirit? Nee, ik loop 2 keer in de week loop ik echt op de baan. Dus dan lopen we achter elkaar rondjes. En vaak daarnaast nog 2 keer in de week dat ik zelf train en dat we lekker inderdaad de polder in gaan. Ja, dus je kan niet iedere week een wedstrijd rennen, denk ik, lopen. Nee. Hoeveel wedstrijden doe jij op jaarbasis? Ik loop ongeveer 2-3 wedstrijden in de maand, meestal in het weekend. En in de winter betekent dat vooral dat ik me richt op de crossen. Dus lekker door de blubber en sterk worden. Ja. En naar de zomer toe worden dat meer baanwedstrijden en wegwedstrijden. Ja. Ja. Nog een hobby van je is de rope run. Natuurlijk alles met hardlopen te maken. Bij welk team loop je? Ik loop mee met Team Oud Beierland. Hoe waren de prestaties het afgelopen jaar? Goed, ja. Het gaat natuurlijk niet helemaal om de prestatie, maar meer om veilig aankomen en zoveel mogelijk geld ophalen. Ja. En dat hebben we allemaal weer gezond en wel kunnen doen. Ja. En volgend jaar gaan we weer mee. Dan ga ik voor de 6e keer mee. Voor de 6e keer? Hoeveel is er opgehaald door jullie afgelopen keer? Jaar meen ik iets van €10.000. Weet ik niet helemaal zeker, maar het was een mooi bedrag in ieder geval. Ja, dat is zeker een mooi bedrag. Ja. Ja. Zijn daar de voorbereidingen voor begonnen? Ja. Ons jaar begint eigenlijk altijd wel met wat acties. Dat we stroopwafels en speculaaspoppen verkopen. Ja. We zijn aan het inventariseren welke teamleden gaan er mee. Maar ook kleding klaarmaken, alle voorbereidingen weer treffen. Mm-hmm. Kerstpakketten inpakken. Ja, we doen van alles om geld bij elkaar te halen. En dan is het weer de bedoeling om de 10 ruggen, de €10.000 te bereiken? Nou, minimaal het bedrag wat we dit jaar hebben behaald om dat weer te evenaren. Ja, dat is zeker. Ja. Het is ook de 25e keer, dus het is een jubileum de volgend jaar. Ja. We zitten bijna tegen oud en nieuw. Is het jaar geweest dat jij had willen sporten het afgelopen jaar? Of zeg je, zitten nog wel dingetjes in die hadden anders gekund of beter gekund? Nou, helaas begon het begin van het jaar niet heel goed, doordat ik geblesseerd raakte. Gelukkig ben ik daar wel goed uitgekomen. Dus ik hoop het einde van dit jaar en volgend jaar goed te starten. En uiteindelijk heb ik nog wel wat doelen liggen op de tijden die ik wil lopen. Om die nu wel te gaan halen. Welke doelen zijn dat? Vorig jaar had ik als doel om onder de 40 minuten te lopen op de 10 kilometer. Nou, dat is begin van het jaar gelukt. En nu nog onder de 19 minuten te lopen op de 5 kilometer. Nou, ben ik op 3 seconden boven gebleven, maar dat moet er wel aangaan komend jaar. Is er nog een wedstrijd waar je speciale aandacht voor hebt volgend jaar? Ik heb eigenlijk wel als doel om tijdens de 10 kilometer van de Marathon Rotterdam, de kwartmarathon, om dan ook weer onder die 40 minuten te duiken en hopelijk daarmee op het podium te staan. Dus jij wil een medaille van die race? Gelukkig krijgen we die altijd. Ja? Maar, een echte. Kom je die hier laten zien dan? Is goed. Oké, dus voor deze is dat afgesproken. Ja, mag ik je danken voor het interview? Ja, graag gedaan. En veel succes. Ja, dank je wel. Hardlopen is een buitensport en daar heeft u goede spullen voor nodig, zoals goede schoeisel en goede kleding, om een topprestatie te kunnen leveren. Wij hebben ons voor laten lichten en dat hebben we laten doen bij Voorwindersport in Schravendeel.
Goedemorgen. Goedemorgen. Waarmee kan ik u helpen? Ik ben op zoek naar hardloopschoenen. Voor op de weg of de atletiek? Voor op de weg. Nou, volgt u mij, die staan hier. Loopt u momenteel hard? Ja, 3-4 keer in de week. Oké, en welke afstanden? Dat is van duurloopinterval tot aan korte afstanden. Oh, en welk doel heeft u voor ogen? Het doel is de roperun eind mei. Oké. Voor Team Matties voor Lijf. Oh, dat zijn wat langere afstanden inderdaad. Dat worden inderdaad de langere afstanden. Op welke schoen loopt u momenteel hard? New Balance. En dan, staat het model erbij? Ja, met name dan deze. En ik vraag me af of dat voor mij dan wel de goede schoen is. Nee, precies. Nou, duidelijk. Dat, voor de langere afstanden kan deze schoen wat tekort schieten inderdaad. Dan lijkt het mij raadzaam om een wat luxere variant te pakken. Ja. Je ziet ook vaak bij de vertegenwoordigers, hoe meer je op de weg zit, hoe meer kilometers dat je maakt, mag je best wel wat meer luxe en comfort voor jezelf aanschaffen. Oh, dat zou prettig zijn, want wat ik nu merk met deze schoen is dat ik toch wel wat last van mijn ondervoet krijg op een gegeven moment. Oké, ja, dat inderdaad. Wat lichter schoentje. Ja. Dus met name voor de intervaltrainingen perfect geschikt. Ja. Voor de langere afstanden wat minder. Okay. Maar we zullen even een voetanalyse maken, dan kunnen we kijken welke schoen het beste voor je geschikt is. Oké, ja? Fijn. Dan loopt u mee. En hoe zitten die nieuwe schoenen? Ze zitten lekker. Ja? Ja. Nou, dan gaan we je nu even op de gevoelige plaat vastleggen. Ja. We hebben hier de camera staan waarmee we een analyse gaan maken. Ja. Ik zal de camera even opstarten. Dan gaan we hier zometeen starten met 2-3 keer heen en weer door het gangpad. Ja. Eerste keer is even om te wennen aan de omgeving en de nieuwe schoenen. Ja. En dan legt de camera alles vast. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Gewoon gemiddelde snelheid zoals je normaal ook loopt. Oké. Okay. En hoe zitten ze? Lekker. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Goeie schoenen. Ik heb ze echt aan. Ja, en ik heb net meegekeken en volgens mij sta je er echt keurig op ook. Maar we kunnen nog even kijken naar de beelden. Ja. Zal ik het u laten zien? Kijk, hier heb je de afwikkeling van je linkerbeen. Nou, waar we nu goed naar kijken is de positie van het onderbeen. Of de knie mooi boven het enkelgewricht blijft. Ziet er keurig uit. Mooie loopactie. Volgens mij hebben we de juiste pasvorm en de juiste schoen te pakken. Ik ben hier heel blij mee. Deze schoenen heb ik ook echt aan. Ja. Het is zo'n verschil met dan de New Balance die ik aan had. Ja, extra demping ook erin. Wat luxere uitvoering. Ja. Nou, laten we heel even gaan zitten. Ja, ik doe maar. Neemt u plaats. Volgens mij heb je de juiste schoenen te pakken. Ik denk het ook. Ze zitten heerlijk. Ik heb ze meer aan mijn voeten, dus ja. Ik denk dat het helemaal goed gekomen. Volgens mij ben je helemaal klaar voor de roperun. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, loop je mee naar de kassa? Een totaaloplossing voor je zakelijke communicatie? Host het Excel Totaal. Bij ons aan tafel aangeschoven is Jaap van Drunen, voorzitter van de renvereniging van de Hoekse Renners. Jaap, van harte welkom. Ja, dank wel. Ik las in de krant dat DHR, de Hoekse Renners, weer een eigen ploeg krijgen. Ja, daar zijn we nu 2 maanden mee bezig. Mm-hmm. Ik werd uit Spanje verrast gebeld. Of wij onderdak wilden gaan bieden aan een ploeg van 6 tot 10 renners. Ja. En dan in de categorie elite belofte. Ja. En dat kwam natuurlijk als geroepen. Zeker. Wat betekent dit voor de club? Sowieso wat inkomsten, maar dat is niet het allerbelangrijkste, vinden wij. Mm-hmm. Maar vooral vanaf onder moet je kijken. Je hoort vaak geluiden. Vanaf de jeugd, ja, we hebben niks daarboven om naartoe te kijken. Nee. Waar staan wij over een aantal jaar? Dat is een omnivereniging, toch? Je slaat vanavond de spijker goed op de kop. We zijn nu een klein jaar bezig om van de omnivereniging, waaronder de Tour en de Ren vallen, mm-hmm.
De Omni is een overkoepelend orgaan wat zijn verantwoordelijkheden heeft voor bijvoorbeeld het clubhuis, het parcours. En de ren die heeft dan zijn leden en de tour heeft dan ook zijn leden. En nu zijn we een aantal maanden al bezig om dat onder één vereniging onder te brengen. Ja. Dus samen te voegen. Ja. Dat is natuurlijk niet van, ja, het is helemaal van deze tijd natuurlijk. Ja. Ja. Fuseren heet dat, ja. Intern. Wat is er voor nodig? Nou, de statuten zullen gewijzigd moeten worden en daar zijn we nu eigenlijk mee klaar. Okay. Dat is vorige week afgerond. Ja. En het huishoudelijke reglement zal ook zodanig aangepast moeten worden. En wij gaan daar binnenkort mee naar de notaris. Goed. Om dat vast te leggen. Is dat jouw laatste trucje? Ja, daar ben ik wel eigenlijk heel erg blij mee dat dat dan zover gekomen is. Want jij gaat stoppen als voorzitter. Ja, ik heb afgelopen maandag definitief aan de leden medegedeeld dat ik eind van dit jaar ga stoppen als voorzitter. Ik heb als voorzitter 8 jaar... Kijk eens aan, dat is een aardige periode. Verdiend, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Kom toch nog even terug op die ploeg, op die nieuwe ploeg. Wat was daarvoor nodig om een nieuwe ploeg te kunnen organiseren? Wat hebben jullie daarvoor gedaan? Ja, we hebben zelf 4 elite renners. Maar dat is eigenlijk onvoldoende om daar een ploeg te laten rijden in een klassieker. Dus afgelopen jaar hebben we een samenwerkingsverband aangegaan met een ploeg vanuit Barenpoort, Barendrecht. En ja, dan hebben we ook onze renners mee laten rijden met nog 2 of 3 andere renners van die ploeg, ja, in de Hoekse Waard omloop. Er is natuurlijk een sponsor aangetrokken om dit te sponsoren, of niet? Nou, het is zo dat EKB, Costa Blanca Cycling, ja, dat is een fietsvakantiebedrijfje, ja. Ja. In Spanje. En die eigenaar die heeft mij gebeld van, joh, ik heb er eigenlijk wel idee naar om een ploeg in zijn outfit te laten gaan rijden. Maar we hebben onderdak nodig bij een Nederlandse vereniging. Mm-hmm. Anders kan je geen wedstrijd in Nederland rijden. Waar komen ze dan bij de Hoekse renners? Ja, we staan wel op de kaart ergens. Want we staan toch al 66 jaar. Ja. Heeft DHR vroeger wel een ploeg gehad? Ja. En hoe lang is dat geleden? Nou, in 2004, toen heb ik nog even teruggekeken. En toen er was een jaar dat we 80 overwinningen hadden. Met die ploeg. Met de ploeg, ja. Ja. En waarom toen hadden we ook hele andere sponsors, hoor. Ja, ja. Maar waarom is toen gestopt? Vanwege het terugtreden van sponsoren. Ja. Dat was de reden. Dat was niet in 2004 al. Nee. Maar dat was ergens in 2006, 2007 of zo. Nu de nieuwe stop. De ploeg is samengesteld. Dat is klaar. Nee, die ploeg die is in samenstelling nog. Ja. Ik heb een paar namen horen luiden. Maar ik denk dat het binnen 2-3 weken zijn beslag zal krijgen. Dat de ploeg compleet is. Niet alleen jij stopt. Ik las ook dat Mel Schout stopt. En die heeft daar 15 jaar de jeugd getraind. Ja, dat klopt ook. Is daar dan een opvolger voor? Daar is ook een opvolger voor. In de naam van Aldo Klomp. Die heeft afgelopen jaar een trainingscursus gedaan. Helaas is dat niet geheel afgerond. Maar hij heeft wel de capaciteit om dat straks voor te zetten. Maar dan mag hij trainen in het voetbal. Ja, dan moet je echt de papieren hebben om te kunnen trainen. Bij het wielrennen is dat niet zo? Ja, we hebben natuurlijk de licentie nog van Mel Schout en daarop kunnen we gewoon voortborduren. Ja. Hoe gaat het verder met de club? Ja, eigenlijk wel goed. Ja. Ja. Hoeveel leden? We hebben bij de ren 140 leden, waarvan er een stuk of 90 regelmatig op de fiets zitten. Ja. En hele actieve renleden, een 50, inclusief de jeugd. Ja. Hoe waren de prestaties het afgelopen jaar van de vereniging?
Er waren een aantal overwinningen, met name bij de jeugd. Ja. Olaf Kooi, die hebben jullie ook al in de uitzending gehad. Olaf, ja. Eindelijk hebben we weer eens een Nederlands kampioen mogen begroeten in onze vereniging. In het verleden hebben we er wel wat meer gehad. Maar daar was ik ook heel erg blij mee, dat het eens een keertje gebeurde. Ja, ja. De ambities voor het komend seizoen? Want het seizoen zit er nu toch op, denk ik, hè? Ja. Ja. Dat start weer in april? Ja, wat vroeger, hoor. Wat vroeger, maart. In eind januari, februari beginnen de voorjaarswedstrijden alweer. Ja, ja. Dus trainingswedstrijden. Onder andere bij De Mol en Ahoy in Rotterdam. En dan begint de nieuwe ploeg natuurlijk ook. Ja, die zullen dan... Die zijn nu al in training, hoor, die jongens. Dat begrijp ik. Wat zijn de ambities volgend jaar van die nieuwe ploeg? Die ploeg die is al hoofdzakelijk criteriums gaan rijden. Mm-hmm. En waarschijnlijk zullen daar ook renners bij zitten die zo af en toe ook wel een klassieker willen gaan rijden. Yeah. Want wij hebben zelf 4 renners... En die willen heel graag klassiekers rijden. Dus het zou heel goed uitkomen dat we straks bij die nieuwe ploeg ook een aantal renners hebben. Die zeggen van nou, ik wil ook wel een aantal klassiekers volgend seizoen gaan rijden. Ja. Daar zijn onze renners ook mee gebaat. Ja, maar klassieker. En de nieuwe ploeg ook. Een klassieker. Zijn dat de bekende klassiekers die de profs ook rijden? Moet ik dat zo zien? Nee. Hoe dan? Dat zijn Nederlandse wedstrijden van 160 kilometer. Bijvoorbeeld een omloop Hoekse Waard. Dat is kriskras door van plaats naar plaats. En dan... Je stopt als voorzitter. Er komt eigenlijk een nieuwe vereniging aan. Wanneer moet dat zijn beslag gaan krijgen? Wanneer is dat rond? Wanneer zegt de notaris, dat is een notarisactie, denk ik. En dan is de vereniging er. Wanneer gebeurt dat? Dat zal in december al... zijn beslag krijgen dus, bij de notaris. En, 2016 met de nieuwe vereniging. En dan wordt het gepresenteerd in de voorjaarsvergadering in februari. Ja, en dan stop jij als voorzitter? Maar ik ben dan al gestopt. Ben je al gestopt? Maar je blijft toch wel betrokken zeker? Ik blijf zeker zeer betrokken. Wat ga je doen? Dat weet ik nog niet. Oh. Jij bent toch ook sponsor? Ik ben ook sponsor. En ik heb natuurlijk nogal al wat lopende zaken. Zoals met die nieuwe ploeg zal ik dat helemaal gaan begeleiden. Daar hoeft de club niet bang voor te zijn. Nee, nee. En je stopt niet als scheidsrechter van de KNVB? Daar stop ik nog niet mee, nee. Dat heb ik er dan ook nog bij, hè? Thuis in alle sporten. Ja. Mag ik jou succes wensen het komend jaar? Ja, en ik hoop dat je weer een nieuwe rol gaat vinden binnen het wielrennen. Maar daar ben ik van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Jawel. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Oké. Dank. Nieuwe muziek. Althans, muziek. Eerst maar eens met... Romee Austens praten. Romee, wie is Romee Austens? Kijk, dat een kleine omschrijving van haar. Een jonge vrouw. Ik woon in Beierland. Nou ja, dat is niet zo ver van hier. Ik studeer zelf luchtvaarttechniek. Dus, en als hobby / soort van bijbaantje, dan zing ik ook. En, waar doe je dat? Het zingen? Het zingen, hier nu. Ja, nee, dat maar, begrijp ik, ja. In het algemeen... vooral thuis, maar ook zo nu en dan buiten de deur als ik gewoon geboekt word voor kleine evenementen. Welke muziek speel je? Kun je dat omschrijven of is dat heel breed? Dat is best wel breed, maar ik ben ook een singer-songwriter, dus ik schrijf ook zelf nummers. Ja. En daarnaast hou ik wel van wat rustigere nummers, dus niet echt heel erg party. Het volgende nummer heb je niet zelf geschreven. Nee. Want dat is van Beyoncé. Beyoncé, ja. En het heet Halo. Ja. Dames en heren, Romee Austens. Remember those walls I built? Oh, baby, they're tumbling down. I didn't even put up the fight. I didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I really never had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every word you're breaking is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace.
can feel your halo and pray it won't fade away. You're everything I need and more. It's written all over your face. And hit me like a rain of sun. I'll get you through my darkest night. You're the only one that I want, 'cause I'm addicted to your lies. I swore I'd never fall again, but this don't even look like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every word you're breaking is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. Halo, 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 halo. Telefonie, internet en e-mail in één betrouwbare zakelijke oplossing? Hosted Xcel Totaal. Peet, je bent een aantal keer wezen sporten. Ja, zeker. Ja, zeker. Al een tijdje. Ja, ik heb weer spierpijn. Vanaf dat we zijn begonnen met deze afleveringen. Ja. En nu heb jij recent een gesprek gehad met de eigenaar van EasyFit. Van EasyFit, met Remco Stekelenburg, ja. En wat heb je met hem besproken? Nou, hoe dat het is gegaan eigenlijk. Wat mijn ervaringen zijn. Ik was geen sporter, ik ben inmiddels sporter geworden. Jawel, dat op mijn leeftijd. Inmiddels zit ik aan de 13 kilo min. Dus er is 13 kilo af sinds de eerste meting die we hebben gedaan. Dat is wel knap. En vol aan de sport, twee keer in de week. En ik heb met Remco een gesprek gehad over hoe dat is gegaan de afgelopen twee, drie maanden. Laten we gaan kijken. Remco, jongen. Peter, goed je te zien, jongen. Ja, goed jou te zien, joh. Hoe is het? Ja, goed. Mooi. Met jou beter, zie ik. Ja, lekker, joh. Ik heb je 9 weken niet gezien, maar het laatst was bij Van Spijk. Ja, maar er is toch wel gebeurd? Dat is zeker. Er is veel gebeurd. Getraind, eten aangepast en dat leverde dit op. 13 kilo in de min. Toen je op 3,9 begon, boog je 110,7 en je resultaat is nu 98. Dus dat is fantastisch. Ja, want een buikomvang had je van 113,5 centimeter, 113,5 centimeter. En die is nu 100,5 centimeter. Dat zijn een aantal maten. In 9 weken tijd zo'n 13 kilo. Dat is niet alleen vetmassa, want je komt ook nog spiermassa aan. Dat is best veel. Je BMI, wat heel belangrijk is, een gezondheidsgraadmeter, zeg maar, was 25,8, is nu 19,5. Ja, dus dat zijn dingen in 9 weken tijd. Hoe kun je gezondheid optimaliseren? Eigenlijk in de minimale tijd. Wat is nou 9 weken? Ja, eigenlijk is dat niet zo. Want het programma is nog niet klaar. Dus op een lifetime, wat is 9 weken? Als je nou 20 jaar eigenlijk het een beetje hebt laten versloffen en je pakt het in 9 weken op. Of in 12 weken, of zolang als het programma duurt. Dat is eigenlijk helemaal niets ten opzichte van de gezondheidswinst die je haalt. Alleen ja, je moet wel ergens doorheen willen. Ja, je moet een knop omzetten. Maar wanneer je hem hebt omgezet, dan pluk je de vruchten van, absoluut. Hoe voel je erbij? Ik voel me eigenlijk lekker. Veel lekkerder als toen ik eraan begon. En dat was eigenlijk ook de bedoeling. Mezelf lekkerder zou gaan voelen. Ik heb foto's van voor de vakantie. Toen woog ik ook, wat ik toen de tijd woog. Zo'n 13 kilo zwaarder is nu, misschien wel 14, dat weet ik niet. En ik was het zat. Wat was je persoonlijke verwachting voordat je aan de challenge begon? Persoonlijke verwachting? Het belangrijkste wat ik wilde bereiken was echt afvallen. Dus we hebben het gezien, ik woog 110 en een beetje. En dat was onder de twee cijfers komen. Dat was mijn eerste primaire doel. Okay. Dus onder de drie cijfers, onder de 100 komen. En dat zit je goed onder nu? Ja. 98 kilo? Dat is gelukt. Wat doet dat met jou persoonlijk? Als je kijkt ten opzichte van voordat je gestart was en nu je dat resultaat hebt met de dagelijkse dingen die je ervaart. Wat voor gevoel heb je daarbij? Nee, ik voel me gewoon veel gezonder. En ik denk dat er alles mee is gezegd. Ja. Je voel je echt gewoon beter ja. als je
op een gewicht bent waar je eigenlijk hoort te zijn. Als ja. Ook met trainen. Hè? Dus ja. dat je ook niet alleen wandelt, wat ik iedere dag doe, minimaal een uur, oké. Okay. Maar dat je daarnaast ook nog je lichaam eventjes onder druk zet van joh, je moet wat presteren. Dat geeft een gezond gevoel. Het beste woord ervoor is leefstijlmanagement. Ja. Je leefstijlmanagement, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Dat je de tools krijgt om zeg maar je balans te houden. Precies wat je net zegt, tussen 94 en 96, als dat jouw gewicht is. Dat je gewoon weet van oké, het is nu 96, ik moet dit, dat en zus en zo doen. Ja. Dat je dat precies weet en dat je het op die manier een beetje kan managen. En dat is denk ik het belangrijkste, ik denk voor de meeste mensen, om die tools zeg maar eigen te maken. Het grappige wat wij ervaren is dat mensen die niet sporten, mm-hmm. Die hebben een bepaald gevoel, die voelen zich wellicht goed. Al hebben ze 20 kilo overgewicht, kunnen ze zich prima voelen, bij wijze van. Ook al hebben ze hun ongemakken. Bijvoorbeeld had je last met je veters vast te maken, bijvoorbeeld, ja. Of dat soort dingen. Ja, dat was een van de punten waar ik problemen mee had. Oké, nou ja, goed, dat is een voorbeeld. En er zullen meerdere mensen zijn, maar die nemen dat op de koop toe. Van nou oké, maar dat gevoel van ik voel me goed, dat heeft de plaats ingenomen, zeg maar, van maar ik heb me veel minder gevoeld. En nu voel ik me goed. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja. Peter, wat maakt nou het verschil ten opzichte van de andere ervaringen die je hebt met betrekking tot fitnesscentra of fitness op zich, aan zich, zeg maar. Of je relaties om je heen die je hebt meegemaakt, die een bepaald beeld hebben gevormd bij een fitnesscentrum. Ja. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Het beeld dat ik had van fitnesscentrum, ik heb dat ook al eerder gezegd, waren trapse jongens, strak in het vel staande vrouwen, die met gewicht aan het smijten waren, met zware gewichten in de spiegel te kijken hoe mooi dat ze waren. Dat was mijn eerste perceptie van een fitnesscentrum. Mm-hmm. Maar dan kom je hier binnen, dat is helemaal niet waar. Mijn buurvrouw was het fitnessen. Die stond op de cross trainer, zeg maar. Die probeert te presteren. Ja, mooi. Die probeert op het loopapparaat hier zo. Cross trainer, ja. De cross trainer probeert hier weer haar recordje te verbreken. Ja. Mensen die goed aan de maat zijn en aan zichzelf willen werken. Ja. Die zie ik hier. En ik heb het al gezegd, mensen van alle leeftijden. Dat viel me zo op. Alle soorten en maten. Alle soorten en maten, ja. Wat we proberen bij EasyFit is de drempel zo laag mogelijk te houden. Zodat mensen in een ongedwongen sfeer, zeg maar, gezellige sfeer, met veel diversiteit, optimaal eigenlijk aan hun gezondheid kunnen werken. Of aan hun leefstijl, laat ik het zo zeggen. Gezondheid wordt pas belangrijk wanneer je ziek wordt, vaak bij mensen. En leefstijl, je goed voelen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Je goed voelen. Dat je eruit ziet, dat je zegt van nou, het geeft me zelfvertrouwen, dat soort dingen. Dat is voor heel veel mensen is dat belangrijk. Ik denk voor mezelf ook, ik denk voor jou ook, dat op die manier. Dus door je drempel laag te houden, de term betaalbaar fitness, dat zegt het al. Dat niet alleen laagdrempelig in wat voor soort mensen hier komen, mm-hmm. maar ook laagdrempelig in wat het je kost. En dat is denk ik waar we succes mee hebben op deze manier. Dus ik ben ontzettend blij met hetgeen wat jij zegt, dat je dat op deze manier ervaren hebt. Daarnaast hebben we eigenlijk voor de mensen die binnenkomen, daar hebben we twee programma's voor ontwikkeld. Je hebt nu net, of waar jij in zit, is eigenlijk het Easy to Lose programma. Mm-hmm. Dat hebben we een beetje veranderd naar de challenge nu voor jullie. Het Easy to Lose programma is 12 weken. Met bijna elke week begeleiding naar je doel werken. Dus een afslankdoel en een kilo's eraf. En spiermassa erbij, want het is niet alleen kilo's eraf. Mm-hmm. Wat het met jou nu ook gebeurd is. En het Easy Fit Coach programma. En dat is een kort startprogramma waarbij een fitnesscoach je goed neerzet. Zodat je niet loopt te zwemmen beneden. Tussen al die apparaten, ik noem het wel eens dat woud van ellende, waar je tussendoor moet gaan werken. Het is heel laagdrempelig, met een manier dat je gewoon weet van oké, nu ga ik goed beginnen. En dat is het allerbelangrijkste, een goed begin. Jij hebt nu een goed begin gemaakt, wat is nu je volgende doel? Dat is 94 kilo. Oké. Dat is mijn volgende doel. Dat is ook het gewicht waar ik op...
Ik schrijf hem hier op. Dat is het gewicht waar ik op wil zitten. 94. Dat is je streefgewicht? Dat is mijn streefgewicht, ja. Nou, dat is niet zo ver weg meer. Dat is niet zo ver weg. Gelukkig niet zo ver als wat er nu is bereikt. Maar het begint bij de volgende stap. En dat is trainen. En dat zou je nu moeten gaan doen? En dat ga ik nu doen. Dank u wel, bedankt. Hè? Tot ziens. Hoi. Eén aanspreekpunt, één contract, één factuur. Hosted Excel Totaal. Aan tafel nu sport, Twan van den Berg van Heine Noord. En het is Rolf de Man van Strijen. Heren, van harte welkom. Dank je. Elfde op dit moment met 8 punten. Valt dat mee of valt het tegen? Nou, valt tegen. Waarom? Dat kan kort over zijn. Waarom? Omdat we niet staan waar we van tevoren hadden verwacht. Dus Nee, dat valt gewoon zwaar tegen. Want in het interview met jullie trainer was tussen de eerste en de zevende plaats was eigenlijk doel. Maar dat is een eindweg. Onze doelstelling was zevende worden, maar dat kan nog steeds. Het is 7 punten achterstand op de zevende plek. Ja, hè? Precies. Ja. Maar goed, we hebben nu 3 wedstrijden achter elkaar verloren. En dat is gewoon een reeks die we niet hadden verwacht. En ook niet, dat is ook niet... niet echt fijn als je zo'n reeks hebt. Dus We hopen het eigenlijk zo snel mogelijk te doorbreken. Ja. Dus. En dan Strijen, 6e op dit moment met 11 punten. En een mooie winst tegen de nummer 2. Nummer 3, maar we hebben al meer nummer punten. Nummer 3. Nu 17 punten, het gaat boven verwachting. Vorig jaar hebben we een moeilijk seizoen gehad. En dit jaar zijn er zijn veel spelers weggegaan, de trainers weggegaan. Dus we hadden niet al te hoge verwachtingen. We waren blij als we gewoon rustig veilig spelen. En dat gaat nu, ja. Wat was de verwachting dan precies? Gewoon rustig in de middenmoot blijven zonder strijd tegen degradatie toe te voeren. En als je gewoon nu rustig je wedstrijdjes blijft winnen regelmatig, dan gaan we de goede kant op. Ja. Wat is nu jullie ambitie dan, omdat het zo voortvarend gaat, zoals je zelf zegt? Nou, ik vind wel dat 3 ploegen echt bovenuit springen. Dat is Feyenoord, BVCB en Papendrecht, waar we dan zaterdag van hebben gewonnen. Maar het zou wel mooi zijn als we 4e of 5e kunnen worden. Wie is de grote tegenvaller bij jullie? In de competitie? Papendrecht die is nu al een beetje afgehaakt, omdat ze verloren hebben bij ons. Lombardije is altijd een lastig ploegje. Thuis zijn ze altijd ijzersterk en uit zijn ze wat minder. Maar die eindigen eigenlijk ook altijd in de middenmoot. Nu hebben ze wel lastig, nu staan ze laatste. Dat is eigenlijk nu de grootste tegenvaller. Jullie zitten al lang bij de club, hoe lang al? Ik zit er nu sinds 7 jaar weer. 7 jaar, jij? Ik speel nu mijn 8e seizoen in de selectie, maar ik ben ook gewoon begonnen bij Heine Noord. Ja. Van mijn 5e tot mijn 13e daar gespeeld en toen 5 jaar naar SO en toen weer terug. Dus. Ja, kunnen we jullie nu beschouwen als clubmannen? Als dat er al is, bestaan die eigenlijk nog wel? Ja, clubmannen. Ik vind mezelf al een echte clubman, dus ik denk dat ze nog wel bestaan. En ik denk dat Rolf zelf de wedstrijden... Ja. Jij hebt ruim 200 wedstrijden weg? Ja, vorig jaar. En jij Ralf? Ik denk dat ik er nu... rond 150 heb. Maar jij zegt, ik ben na 7 jaar weer terug. Waar heb je in de tussentijd gezeten? In de jeugd ben ik in de senioren ben ik naar FC Dordrecht gegaan. Dan heb ik daar de jeugd afgemaakt. En sinds ik senior ben, speel ik weer het eerste beste rijden. En nooit is door je oom en je neefjes gevraagd voor Heine Noord? Ja, wel eens een paar keer gekieteld me. Nee, kijk, ik kom van Strijen en Heine Noord is een hartstikke leuke club. Ik ken er ook wel een aantal mensen en ik zie altijd hoe gezellig het daarbij is. Maar ja, als je van Strijen komt en je hebt er gevoetbald, dan word je toch altijd graag daar aan het eerste voetbal. En ik heb het daar naar mijn zin. En hoe gaat dat in het veld als jullie tegen elkaar spelen? Het is nu een tijdje geleden. Nou, hoe lang is dat alweer geleden dan? Nou, we hebben afgelopen jaar voor de beker wel eens tegen elkaar gevoetbald. Ja. In de competitie daarvoor dan waren het altijd wel, wel pittige potjes. Omdat we of allebei voor promotie speelden of allebei voor lijstbehoud streden. Dus dat waren wel hele leuke wedstrijden. Vooral, je komt uit Hoekzwaard allebei. Ja. Zo lang al bij een club. Waarom zo lang bij een club? Nooit ambitie gehad om elders te gaan voetballen? Ja, toch zeker? Ja, ik heb 5 jaar bij SO gespeeld. Ja. Dus zeker de ambitie gehad. SO had een betere jeugdopleiding. Dus daar heb ik toen voor gekozen. En uiteindelijk toch weer de keuze gemaakt om terug te gaan naar Heine Noord. Waarom? Om de hoofdklasse te halen. Puur Heine Noord omdat het jouw vereniging is? Ja. Dat sowieso, ja. Je bent nu aanvoerder? Ja. Ben jij gelijk aanvoerder geworden nadat Edwin Peters gestopt is? Ik ben eigenlijk al 5 jaar al zelfs vice aanvoerder noemen ze dat dan. En dan, dus als Edwin niet meespeelde, was ik aanvoerder. Dus ja, het was eigenlijk een vrij logische opvolging dat ik dan nu zou doorschuiven als eerste aanvoerder. En dat is zo gebeurd. En jij Rolf, ben jij aanvoerder?
Ik ben geen aanvoerder helaas. Maar ja, het gaat gewoon om ja, wat voor plek je in het team hebt. Gewoon je steentje bijdragen. En dat doe ik zeker goed, denk ik. Ja, een aantal jaar geleden, volgens mij 2 seizoenen geleden. Mm-hmm. Toen werd jij nog genomineerd hè, voor Rijnmond voor de linksback van het jaar. Ja, ik heb daar wel geteld dat ik 40 minuten gespeeld linksback. Normaal sta ik aan de rechterkant. Maar ja, inderdaad, ik was genomineerd. En? Ik zat bij de eerste 10 eerst. Toen moest je stemmen. Toen ben ik bij de eerste 3 geëindigd. En toen was er een gala, maar toen had ik nog gemaild of ik een kaartje kon krijgen. Maar dan moest je kopen. Dus dat ben ik niet geweest. Dat was wel een beetje maar tegenvallen. Maar iemand anders was het geworden. Dus ik denk dat ik niet nummer 1 was geworden. Nee. Dat stond denk ik al vast. Ik heb wel gestemd hoor. Maar... Echt waar? Ja. Bedankt. Ja, ik heb hem ook opgeroepen. Kijk eens dan. Dat is nieuw bij ons. De vorige keer zijn we ermee gestart. We hebben ook een stelling. En die stelling is deze keer. In Amerika wordt er een verbod, komt er een verbod op het koppen van, voor kinderen in het voetbal tot 10 jaar. Vanaf 10 tot 13 jaar zal er minder worden getraind op het koppen. De KNVB heeft gezegd, hier gaan wij niet aan beginnen. Wat vindt men langs de lijn? We gaan even kijken. Jan Kleinendorst. Van de week kwam in het journaal dat men wil gaan verbieden dat kinderen tot 10 jaar niet mogen koppen. Wat vind jij daarvan? Ik heb het onderzoek toevallig zitten lezen. Ik heb het toevallig net mijn ouders over omdat er 4 kansen voor het doel misgekopt worden. Waarop ik riep van er moet getraind worden op koppen. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Maar de Amerikanen denk ik zijn er net wat gevoeliger op met letselschade. En letselschadeadvocaat wordt daar eerder wat aangekaart als in Nederland denk ik. Dus ik verwacht niet als we al jarenlang kopoefeningetjes doen. Dat doe je geen uur lang. Als dat even een paar minuten is lijkt me dat geen probleem. Dat wist ik helemaal niet, ik heb nooit gehoord ook. Dus. Maar wat ik ervan vind, ik vind dat ze juist wel moeten koppen. Altijd. Moeten ze leren, dan kunnen ze dat later toepassen. Ik zeg dat ze wel mogen koppen, maar als het maar niet te vaak is. Ik heb dat onderdeel al gemist, dat zo is. Maar ja. Nu je erover nadenkt? Ja, precies. Nou ja, en wat is dan het argument waarom dat dan niet meer mag? Hersenbeschadiging. Oké. Als dat bewezen is, is het goed dat het dan ingevoerd wordt. Maar het is niet haalbaar, lijkt mij. Om te zeggen, het mag niet meer. Wat vindt u? Ik heb het wel gezien, inderdaad. Want het leefde helemaal niet bij mij. Dus ik had niet meteen iets van, daar heb ik ook zo over gedacht. Ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht, eigenlijk. Ik denk dat bij jonge kinderen koppen sowieso niet veel voorkomt. Als ik naar mijn zoon het voetbalveld kijk, wordt er gewoon sowieso niet veel gekopt. Dat moet een kind echt in zich hebben, denk ik. Als het af en toe zo incidenteel voorkomt, lijkt het me niet zo'n probleem. Ik kan me wel voorstellen dat je er op jonge leeftijd nog niet echt op traint. Dat je toch veel meer op voetenwerk houdt. Maar of ik het zou verbieden, ik vind dat wel een vraagstuk. Ik vind het echt moeilijk om te zeggen, ik zou het verbieden. Ik vind dat gewoon zou moeten kennen. En waarom? Omdat het gewoon hoort bij het spel. Ik zou het een beetje onzin vinden als het zomaar wordt verboden. Een hersenbeschadiging. Maar als daar nou een hersenbeschadiging aan ten grondslag ligt, waarom ze zeggen, dat gaan we niet meer doen? Ja, ik vind dat is een zeldzaam geval lijkt me. Bij de 2000 van de 2001 keren gaat het gewoon goed. En dan die ene keer niet. Dat ze dan die ene keer zo'n regel gaan veranderen, dat vind ik een beetje onzin. Dankjewel Ben. Graag gedaan. Dat waren de meningen langs de lijn. Wat vinden jullie? Wat vind jij ervan, Twan? Dat is dan neem ik aan vanwege de hersenbeschadiging? Of? Dat was inderdaad vanwege hersenbeschadiging, maar de echte reden hierachter is dat men wil voorkomen, de Amerikaanse voetbalbond wil voorkomen dat ze worden gesuild. Dus dat er rechtszaken komen waar heel veel geld mee omgaat, zodat ze hun de schuld krijgen vanwege de hersenschade die kinderen eventueel zouden oplopen. Dat is de eigenlijke reden hierachter. Okay. Maar inderdaad, er wordt gezegd hersenschade en schade zo'n hoofd, ja. Hoofdletsel. Als je sommige mensen, of tenminste sommige beelden ziet op de voetbalvelden, dan hadden ze een paar mensen minder kunnen koppen inderdaad vroeger. Maar nee, maar verder denk ik dat het een beetje onzin is. Ik denk dat het heel erg Amerikaans is. Dus, ja. Jij zegt van gewoon doorgaan, want het hoort gewoon bij het voetbal. Ja, het hoort zeker bij het voetbal. Want en er zijn wel sporten waar je meer klap op je hoofd krijgt, denk ik. We hebben vorige keer eentje in de studio gehad. Dat was een bokser. Ja, nou ja, precies. Maar jij zegt, kop hoort er gewoon bij. Ja. Ik zou ook niet weten hoe dat je die spelregel moest handhaven. Dan wordt het hetzelfde als hands. Ja, hands, precies. Kops of zo. Ja, nou ja, dan wordt het spelletje niet leuker op, denk ik sowieso. Rolf, vind jij? Ja, ik vind het gewoon bij het spelletje horen. Ja, je hebt natuurlijk wel situaties dat het gevaarlijk kan zijn. Dat je hoofd tegen elkaar aan zou komen. Dat je net met je hoofd te laag gaat, dat je wel zijn knieën tegenaan krijgt. Ja, mm-hmm. Maar dat hoort erbij, vind ik. Ja. Ja, maar het gaat specifiek over kinderen. Ja, oké. Maar in de jeugd, bij de kleintjes zie je niet zo vaak dat er gekoppeld wordt. En met techniek, als je klein bent, daar begint het. Dus dan vind ik het niet goed dat je het dan gaat verbieden dan.
Amerika is, even zo tussen zit ik mezelf nu te bedenken, Amerika is een opkomend land qua voetbal. Zou door deze actie dat er niet gedaan kunnen worden? Dus het koppen wordt verleerd, neem ik aan dan. Ja, ik denk niet echt dat het voor de ontwikkeling van de jeugd heel slim is eigenlijk. Maar goed, nee. Ja, ze moeten het zelf weten. Ja, maar dat is waar. Ja. Het is echt een Amerikaanse oplossing natuurlijk. Daar wordt alles voor de rechter gehaald. Dus ja, precies. De jury die mag alles bepalen. Dus nee, ja. Ik denk het niet slim is, maar goed. Nee, ik denk het ook niet. Wim, jij gaat nog even naar het publiek, hè? Ja, ik ga even aan twee mensen in het publiek vragen. Met wie heb ik het genoegen? Met Jordi Godin, de keeper van Strijen. Was jij pas geleden niet ernstig geblesseerd of lang uitgeschakeld? Ik heb kleine 2 maanden geleden heb ik een infectie gehad in mijn rechternier. Waardoor ik eigenlijk niet niks kon doen in het normale leven. Maar nu weer begonnen? Nu ben ik al 4 weken weer helemaal fit en het gaat helemaal goed. Wat vind jij van de stelling? Ja, wat Twan zegt, het is echt iets Amerikaans. Kleine dingetjes, grote olifanten van maken. Maar nee, zelf met koppen alle laatste mannen verdedigers, voorstoppers, koppen alle ballen het veld in. Dus het klinkt klaar onzin. Dankjewel. Bent u voetballer? Nee, ik ben wielrenner. De stelling. Wel leuk dat u hier bent dan. Wat vindt u ervan? Nou, zolang dat wetenschappelijk aangetoond is, vind ik dat je dat gewoon moet verbieden. Maar ja, ik kan er iets bij voorstellen. Alleen is het een natuurlijk iets. Ja, dat kan wel zijn. Maar kijk, de wetenschap schrijft voort. En als het wetenschappelijk onderbouwd is dat het hersenschade oplevert, dan vind ik gewoon dat je dat moet verbieden. Dankjewel. Jongens, we zijn er tegen het eind van het jaar. Zometeen kerst, oud en nieuw. En daarna trainingskamp? Wij gaan op trainingskamp naar Limburg. Ja? En niet heel lang, 3 dagen. Ja. We gaan meestal we gaan altijd in de zomer naar Oostenrijk. En in de winter blijven we wat dichterbij en wat korter, zeg maar. Is dat ook een punt om bakens te verzetten? Dus wat, ik kijk dan bijvoorbeeld naar een andere club, dat is FC Binnenmaars. Mm-hmm. Dat vorig jaar tot aan die winterstop niet goed, die stond op degraderen. Toen kwam de winterstop en hun trainingskamp. Daar is goed gesproken. Er zijn echt bakens gezet en ze spelen nu tweede klas. Is dat zo'n punt? Ja, een nieuw jaar kan toch altijd, hoe gek het ook klinkt, een nieuwe start zijn. Ja. Trainingskamp kan erbij helpen. Als ik naar ons kijk, dan is een trainingskamp vooral een teambuildingskamp. Hmm. Waar je gewoon mooie momenten met elkaar beleeft en waar je het inderdaad het rest van het jaar nog over kan hebben. Klein biertje. Ja, klein biertje. Ja, af en toe hoor. Het is toch gewoon feest, Twan. Het is toch gewoon feest. Ja, het is gewoon feest met mannen bij elkaar en het is gewoon leuk. Maar als je gewoon lekker begint na de winterstop, dan kan je in een soort flow komen. En dan kan je zoals Binnenmaas of zoals Spijkenissen, kan je ineens echt een heel ander team zijn dan het half jaar ervoor. Ja. Precies, ja. En jullie? Een trainingskamp? Ja, wij gaan in januari in de buurt van Eindhoven gaan we op trainingskamp, een weekendje weg. Ik vind dat altijd super gezellig. Het voetbal is een bijzaak, vind ik altijd in zo'n weekend. Het gaat er vooral om klein biertje, maar om de gezelligheid en om een betere band met elkaar te krijgen. Dat is altijd superleuk. Ja. Worden de ambities nu bijgesteld voor Heinen Noord? Zijn jullie daarmee bezig? Of zeg je nou die 7e plaats, dat is nog steeds ons punt, daar willen we nog steeds heen? De 7e plaats is sowieso een mooi doel om naartoe te werken. Mm-hmm. Zolang het nog niet helemaal uit zicht is, vind ik het gewoon prima om daar naartoe te werken. Ja. Maar goed, als wij ons veilig spelen, dan heb je het als promovendus gewoon sowieso prima gedaan. Ja. Maar goed, je kan beter een te hoge doelstelling hebben dan een te lage, vind ik. Gewoon ambitieus zijn en we gaan er nog voor. Ah, je trainer is daar ook wel natuurlijk, die heeft daar wel een rol. Want een Ralf kennende, dat is wel een motivator, toch? Ja, nee, zeker. Ja, Ralf die legt de lat ook altijd hoog. Vandaar ook de 7e plek. Ik bedoel, en toch in een zware afdeling en als promovendus. Maar dat is denk ik alleen maar goed. Daar kan je naartoe werken en ambitieus zijn. Dat is denk ik het toverwoord, laat ik zo zeggen. Hoe is dat voor jullie? Ja, we proberen in het linkerrijk te komen en we hebben Geert Meijer als trainer, die staat er al bekend omdat hij zijn zaakjes achterin goed op orde heeft. Ja. En nu is het vooral zaak om leuk te gaan voetballen, dat mensen naar de wedstrijden komen kijken en dat ze het leuk vinden. En ik denk dat bijvoorbeeld afgelopen zaterdag dat het zeker leuk was om te zien. Ja, goede winst, Papendrecht. Ja. Maar voordat het kerst is, oud en nieuw is en jullie trainingskamp hebben gaan doen, is er natuurlijk de volgende competitiewedstrijd. Tegen wie is dat? Dat is gelijk een belangrijke. Dat is tegen Sportlust. En Sportlust staat onderaan. Die hebben vorige wedstrijd 7-0 verloren tegen ASWA. Mm-hmm.
En, maar wij zijn ook niet in een lekkere reeks bezig. Dus nee, dat is gewoon zaak dat we daar echt 3 punten moeten pakken. Misschien want, is dat wel het punt om te schakelen naar een goede reeks. Bijvoorbeeld, ja. Ja, sowieso van tevoren bedacht dat de tweede periode eigenlijk een periode was waar we heel veel punten in konden pakken. Nou, nu hebben we 2 gespeeld, 0. Dus ja, het wordt al tijd dat we dan die punten gaan pakken nu, zeg maar. Pakken die punten tegen Sportlust. En jullie? Wij moeten naar Feyenoord uit. Die staan ongeslagen bovenaan. Ja, makkelijk. Ja. Ja, ze gaan toch een keertje punten laten liggen. Dus, en dat is tegen Strijer, Ja, dat zou kunnen. Maar ja, als je daar punten pakt, dan is het meegenomen. Ja, als je er 1 punt pakt, is het al meegenomen. Ja, ja, die staan stijf bovenaan en die steken er ook gewoon bovenuit. Dus ja, als je daar punten pakt, is het bonus. Hartstikke goed. Jongens, bedankt voor het interview. Ja. Ik wens jullie heel veel succes de komende wedstrijden. En natuurlijk volgend jaar. Dank je wel. Dank je wel. En tot ziens. Van zijn eigen Nederlandse Anouk met Sacrifice. Who is the one that makes you happy? And who is the one that always makes you laugh? Who is the reason you are smiling? And drag you through the storm so rough? And I was the one that made you happy. And I was the one that eased the pain. But I'm the reason that you're crying now. My own tears scattered by the rain. You can sacrifice me. You can sacrifice me. Baby, you can set me free. You can be who you wanna be. And deeper than deep, you took me on a trip, baby. You shared your wildest dreams and more. You dared me to express my feelings to you. But suddenly you needed freedom. You felt the need to break free. You started drowning in your sorrow. And you did not want to know I had the key. You can sacrifice me. You can sacrifice me. Sporten wanneer en hoe jij wilt. Al vanaf 9,95 per maand. Kijk op easyfit.nl. Niet iedere medewerker is hetzelfde. Daarom keuze uit 3 verschillende gebruikersprofielen. Host het Excel totaal. Prachtstuk weer van bloem- en groenprojecten hier op tafel. En mooi herfststuk. En dat is met dit weer goed te begrijpen natuurlijk. Heeft u nu van uw vereniging, van een sportmoment, een leuk filmpje kunnen maken via uw smartphone? Want dat gebeurt nogal eens langs de lijn, in de kantines of in de sporthallen. Dan kunt u dat opsturen naar HW Sport aan tafel. U ziet het e-mailadres hieronder. En de 3 leukste filmpjes komen bij ons in de uitzending. Dus heeft u zo'n heel mooi moment, leuk moment, goed moment, beste moment van het jaar bijvoorbeeld, stuur het dan op naar HW Sport aan tafel. En de 3 leukste filmpjes zenden wij uit. Overigens zal er op onze site al die filmpjes ook wel te zien zijn. Neem ik aan. Spelletje. De prijzen. Ja. En die gaan we geven aan de mensen die hier aanwezig zijn. Zal ik de eerste maar eens pakken? Ja. Oké, daar gaan we. De eerste die we hebben, mag jij voorlezen. Want ik heb mijn bril niet op. Leuk. Iris de Werker. Iris, kom je me even halen? Een bier- en of wijnproeverij bij Van Spijk hier in de Peperstraat.
Alsjeblieft. We hebben er nog één hoor, dus de prijzen zijn nog niet op. Ik heb nog zo'n pakket voor u. En die wordt gewonnen door... mevrouw Anderweg. Je was nog nooit in de Peperstraat geweest? Nee. Nou mag je terugkomen. Ja. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Advies of overstappen? Kijk op www.totaalxcel.nl of neem contact op voor meer informatie. Goed, Wim. We lopen zo'n beetje naar het eind van dit programma. Heb jij nog bijzonder sportnieuws? Ja, toch wel. Ja. Martin Schouten, de trainer van Peace Hill, die heeft gisteren zijn ontslag ingediend. Ja, en gisteren is, want de opname van dit programma is op? Dat was op 16 november. Ja, 18. 17 november. Ja. Heeft hij het ingediend. Ja. Op eigen verzoek. Wouter Burger, het talent waar we het vorige keer over hebben gehad, is geselecteerd voor Oranje onder 15. Hij zit bij de definitieve selectie. Hij gaat twee wedstrijden spelen tegen België. Ja. En 28 november, de dag na deze uitzending, hebben wij een vechtsport, dag van de vechtsport in de Bogert. Dus daar zijn vier disciplines en daar kun iedereen die kan daar naartoe gaan. Ja. Begin 's middags en het duurt tot en met 's avonds. En we hebben op de 28e aardig wat derbies. Ja, we hebben Peace Hill tegen de Binnenmaas. Ja. SSS Gravendeel. En ZBVH tegen de Goudzwarte Boys. Patrick. We hebben weer wat op tafel staan. Ik zal het eventjes draaien zoals het hoort te staan. Zo. Wat is dit? Het is een Westmalle dubbel. Het is een trappistenbier. Ik weet niet of jullie weten wat een trappistenbier is. Maar een trappistenbier is een bier wat binnen de muren van het klooster wordt gebrouwen. Dat mag niet buiten de muren worden gebrouwen. En de winst wordt echt puur gebruikt voor het onderhoud van de monniken, zeg maar. Westmalle dubbel is een heerlijk zoet, maar ook kruidig donker biertje. 7% is alcohol. Dus wees er wederom weer voorzichtig mee, maar het is genieten. Heerlijk. Oké, we gaan er zo van genieten. Eerst nemen we afscheid van u, want dit was weer HW Sport aan tafel, aflevering nummer 9. Ik dank Patrick voor de gastvrijheid weer. Romee, bedankt voor de muziek. Helemaal goed. Mag ik onze gasten die hier aan tafel hebben gezeten ook van harte bedanken. En u als publiek, bedankt voor uw komst. We hebben de volgende opname op 2 december. U bent weer van harte welkom. Wat dit betreft... tot de volgende keer, tot ziens. Dit was HW Sport aan tafel. APPLAUS